Dit is het gloednieuwe Imaging Center van Amsterdam UMC. Ja, zoals de naam al zegt, het gaat hier om het maken van beelden. Experts vanuit allerlei verschillende disciplines werken hier aan medische beeldvorming. En daarmee helpen ze patiënten die bijvoorbeeld hart- en vaatziekten hebben, hersenaandoeningen of kanker. En ja, dat biedt nieuwe mogelijkheden voor de toekomst. En ik ga vandaag een aantal van die experts spreken. En ik heb er super veel zin in. Wat was je filosofie bij het maken van dit gebouw? Nou, we hebben dit gebouw eigenlijk benaderd net zoals het menselijk lichaam. Dus als je het menselijk lichaam gaat bekijken, dan zie je er ook verschillende onderdelen in. Bijvoorbeeld het menselijk skelet. Dat vind je eigenlijk terug in de structuur van het gebouw, de constructie. Daarnaast heb je natuurlijk de longen. Dat zit terug in het atrium, waar eigenlijk lucht en ruimte aan het gebouw wordt gegeven. En er zit ook heel veel techniek in. Dat is als het ware de bloedsomloop in het menselijk lichaam. Nou, dat zit hier ook allemaal in verweven, eigenlijk volledig uit het zicht. We hebben de ramen een semi-transparantie meegegeven, waardoor er ook nog een bepaalde mate van privacy ontstaat. Dus van buitenaf kun je niet alles zien wat hier binnen gebeurt. Maar binnenuit kun je wel prima naar buiten kijken. Ik hoop als je hier binnenkomt dat het een vrij open en lichte en fijne omgeving is. Dus je probeert de mensen een beetje tot rust te brengen. Dat hebben we gedaan juist door heel veel transparantie in het gebouw te brengen en prettige plekken te maken aan het centrale atrium waar overzicht is, waar licht is en waar mensen op een prettige manier kunnen zitten. So we're going into the cyclotron vault first. Yeah. Oh wow. These walls are amazing. Yes, these are 2 meter thick concrete walls. So when the particle accelerators are on, we do need to protect our staff that is outside of the bunker. And this is one of them? This is one of the cyclotrons, and we have 4 cyclotrons at the imaging center. How do the particles enter the cyclotron? So the particles are injected in the center of the cyclotron, and then they are spun around and accelerated to about 20% of the speed of light. And can you do this continuously, or do you need to do it in batches every time again? So we do it in a batch, and the batch is typically 2 to 3 hours long. Okay. And then you've got the project? So once the particles come out of the cyclotron, they come out through here, and this is where they collide with the target material to form the radioactive element. And once the radioactive element is in the target, and for our main product, it is in water, it is transferred through these very small lines from the cyclotron area to the laboratory on the next floor. So what is your main product here? So our main product is essentially radioactive sugar water. And how it works is basically tumors are growing. They use up more sugar than the rest of the body. So when the patient is injected with this radioactive sugar water, it accumulates on the tumor. And then the patient goes into a PET scanner, and then the doctors can visualize where is the tumor inside of the body and then provide therapy accordingly. Our products are injected in patients, so they do need to meet the highest quality standards. And then the rest of the vials inside the lead container go into a bucket, a transport container, which is transported to hospitals throughout the Netherlands and worldwide. Wat zien patiënten als ze hier binnenkomen? Wat zien ze? Ze zien een nieuw gebouw waar nieuwsgierigheid een rol speelt en natuurlijk waar vernieuwing ook een rol speelt. Het gebouw is zo gebouwd dat wij in feite de patiëntenzorg gesandwiched hebben tussen de kelder en de derde en de vierde verdieping. En daar zitten de researchers. En de vragen die komen uit de zorg worden daar hopelijk opgelost door de mensen die daar hun wetenschap bedrijven. En wat zijn nou een soort doorbraken die je daardoor hoopt te kunnen krijgen, doordat je zo bij elkaar zit? De interactie tussen de vraag en het antwoord betekent dat je waarschijnlijk sneller tot dat antwoord komt. De vragen die we willen oplossen bijvoorbeeld is van hoe kunnen we nog beter met die technieken die we hebben zeggen wat de patiënt echt heeft. In de radiologie zijn we heel goed in staat om te zeggen er zit iets, maar om dan werkelijk het antwoord te geven wat is het, is nog best wel moeilijk. In deze omgeving proberen we dat te verbeteren. En als je behandeld wordt en je krijgt bijvoorbeeld een bepaald geneesmiddel, is het ook wel van belang om te kijken of dat geneesmiddel echt wel werkt. Want hoe vaak werkt het eigenlijk niet nu? Het werkt eigenlijk in 60% van de patiënten onvoldoende.
In 40% van de patiënten werkt het prima. En in 60% van de patiënten werkt het onvoldoende of niet. En eigenlijk wil je die 60% van de patiënten snel in beeld hebben, zodat je een andere therapie kan geven of nader onderzoek kan doen wat je dan wel moet doen. Johannes, ik moet zeggen dat het laserlab me een klein beetje tegenvalt. Ja, dat begrijp ik wel. Het is nog erg leeg. We moeten nog inhuizen. Onze zware optische tafels moeten er nog in. Wat komt hier allemaal? Deze twee plekken, daar komen grote optische tafels te staan. Die worden op luchtvering neergezet, zodat we hele laag vibratiesniveaus hebben en heel goed onze experimenten hier kunnen uitvoeren. Wat kun je nu met laser in een ziekenhuis? Wat we er graag mee willen doen is hele hoge resolutie afbeeldingen maken. Wat op het moment niet mogelijk is met de bestaande technieken zoals CT, MRI en PET. En waarvoor wil je die hoge resolutie? Er is een steeds grotere behoefte aan betere diagnostiek. Als je kijkt naar de ontwikkeling in behandeling van kanker, dan komen er steeds meer immunotherapieën op. En die grijpen aan op de receptoren van cellen. En dan zou je eigenlijk in beeld willen kunnen brengen waar die medicijnen terechtkomen in het lichaam en of ze effectief zijn. In dit plaatje zie je een tracer die bindt aan tumorcellen. En dit is de resolutie die je kunt halen met PET. Dit is een plaatje van ongeveer 5 bij 15 millimeter. Maar met optische technieken kun je een veel hogere resolutie halen en die tracer met een veel hogere resolutie afbeelden. En daarmee kan je ook de heterogeniteit zien van de opname. Je ziet waar kankercellen zitten, maar ook hoe het medicijn zich bindt aan, aan die kankercellen. En sommige gebieden van de tumor zullen gewoon een lagere opname hebben en waarschijnlijk geen goede respons hebben op de therapie. En wat heeft de patiënt hier uiteindelijk aan? Nou, wij hopen dat we hiermee bijvoorbeeld kunnen gaan kijken naar een stukje van de tumor dat geen goede respons heeft en daar biopt van nemen. Dan kunnen we daar naar die cellen gaan kijken van hoe kunnen we die misschien met een ander medicijn aanpakken en al in een heel vroeg stadium een patiënt een betere behandeling geven. Ja, hoeveel vuurkasten hebben jullie? Oh, dit zijn de pas 13. Die we gebruiken voor het werken met niet-radioactieve materiaal. Maar in het lab waar we met radioactieve materialen werken, hebben we nog een stuk of 10. En wat hot cells. Dit is al zo groot. Ja, leuk hè? Nou, is wel nodig. Wat gaan jullie hier straks maken? Hier gaan we de verbindingen maken die we in tweede instantie in de radioactieve labs gaan labelen met tracers. Onze specialiteit is eigenlijk het werken met kortlevende radionucliden. Dat hebben we als voordeel dat de patiënt uiteindelijk veel minder dosis van de radioactiviteit krijgt. Het nadeel is dat het nogal ingewikkeld is om die in elkaar te sleutelen. Want je hebt maar heel beperkte tijd om ze te maken en vervolgens ook nog te injecteren. Wat is nou echt een voorbeeld van een tracer waar je echt super trots op bent? Een van die tracers is COSF11-flumazenil. Die tracer wordt gebruikt voor epilepsiepatiënten. Een kleine patiëntengroep waarbij de geneesmiddelen, de reguliere geneesmiddelen, niet goed meer werken. Die patiënten moeten een hersenoperatie ondergaan. Daarbij wordt een klein gedeelte van de hersenen weggenomen, zodat die aanvallen verminderen. Maar natuurlijk moet dat zo precies mogelijk, want je wil niet te veel hersenweefsel weghalen. Waar die epileptische aanvallen vandaan komen. En dat in combinatie met MRI geeft de chirurg voldoende beeld om die operatie goed te kunnen uitvoeren. Wat betekent het Imaging Center voor Amsterdam? Het Imaging Centrum is belangrijk voor Amsterdam. We zien ook dat eigenlijk de hele Zuidas zich anders gaat inrichten. Dat was natuurlijk een business centrum. Ja, nu krijgen ze toch veel meer een uitstraling van een business, science en health centrum. We hebben ook gezien dat er hier nieuwe activiteiten komen. Zo is hier pas de EMA gekomen, European Medicine Agency. En dat heeft ook invloed op het ziekenhuis hier. Hoe reageren collega's uit het buitenland op jullie Imaging Center? Nou, dit is natuurlijk wel een aansprekend centrum. Ten eerste omdat hier heel veel imaging technologie samenkomt. De nieuwste scanners, maar ook de nieuwste mogelijkheden van onderzoek. Heel veel farmaceutische bedrijven, internationale vooraanstaande farmaceutische bedrijven komen al naar ons centrum. Dus terwijl we nog moeten openen, zie je al dat het zijn eigen effecten gaat creëren. Dus dit wordt echt dadelijk wel gezien als een van de topcentra in de wereld als het gaat om mogelijkheden. Het valt me op dat je in het gebouw heel verschillende soorten mensen ziet lopen. Je ziet artsen, je ziet onderzoekers, verpleegkundigen, mensen die achter de schermen aan de zorg werken, bedrijven. Wat voor invloed heeft dat nou op hun werk
dat ze elkaar allemaal hier tegenkomen en natuurlijk ook nog de patiënten. Ik denk het aanwezig zijn van elkaar en weten wat men doet en hoe dat de processen gaan. Het feit dat hier patiënten in het gebouw komen, ja, dat is natuurlijk enorm inspirerend. Zelfs voor een bedrijf wat in de kelder zit en dat iedere dag eigenlijk medicijnen maakt voor patiënten door heel Nederland. Ja, het is heel belangrijk ook om te zien waar je het voor doet. Ik ben heel erg onder de indruk van wat ik hier heb gezien. Van de mensen die in de kelder met een deeltjesversneller werken, tot straks het laserlab bovenin. En ik hoop heel erg dat ik hier persoonlijk niet als patiënt zal hoeven komen. Maar mocht het ooit nodig zijn, dan ben ik super blij dat het Amsterdam UMC Imaging Center hier is.